Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 16 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag op de planning staat de woonkamer en even een was draaien. Dus het is niet een hele spannende of spectaculaire planning. Maar ik word er altijd wel weer gelukkig van als alles weer schoon is. En de was die is gewoon heel achterstallig. Dus die moet er gewoon weer even in. Ik hoop dat die was eigenlijk een beetje droog is. Zodat ik daadwerkelijk ook alles weer kwijt kan. Ik heb net gesport. Ik had alleen geen muziek. Nou ja, ik had wel muziek aan kunnen zetten. Maar mijn oordopjes waren leeg. Wat is er, Mickey? En dat was een beetje vervelend. Want ik merk wel dat ik beter ga met muziek erbij. Maar goed, ik had nu dus maar even geen muziek gedaan. Dus morgen weer een nieuwe kans met muziek. Gisteravond eigenlijk lekker televisie gekeken. Er kwam even een start van Mickey in beeld. Ik heb Frank en Rogier check ingekeken. En wederom een thema wat mij niet heel veel zei. Maar ik denk dat het nog niet eens echt de inlichting was. Ja, oké, de kamers stonden best wel vol, moet ik zeggen. Maar het was er ook niet schoon. En ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is bij een B&B. Dat als je een nachtje overblijft, dat je het toch wel fijn vindt als je een schone kamer hebt. Maar dat vind je uiteraard in een hotel of ja, weet ik veel wat dan ook. Weet je, als jij op vakantie gaat en je zou in een huisje van Center Parks of weet ik veel wat zitten, vind je het ook fijn als je een heel schoon huisje hebt. Maar het was dus eigenlijk vooral niet schoon. Het hing heel vol met schilderijen, want deze eigenaresse die was ook fan van schilderijen. En die maakte ze ook zelf. Ze kon ook echt wel goed schilderen, maar het was allemaal heel veel kleur en heel veel bloemen. Dus het was wel heel mooi geworden. Maar ja, ik vraag me af of het dan echt blijft werken. Want als iemand het niet schoonhoudt, dan zul je de slechte recensies houden, denk ik. Daarna wilde ik heel graag gaan kijken naar Getekend voor het Leven. Dat zou om 9 uur beginnen in verband met het voetbal. Dat hebben ze uiteindelijk helemaal niet uitgezonden. Dat vond ik best wel jammer, want ik vind het een mooi programma. Toen heb ik Commando's gekeken. Maar misschien dat ik er toch gewoon mee ga stoppen. Ik heb toch het idee dat het niet een serie voor mij is. Het is ik snap er niet heel veel van. En ja, ik vind het allemaal best wel heftig. Dus nee, het trekt mij toch niet zo als dat ik had gedacht. Maar goed. Ik heb Marcella gekeken. Ik heb nu besloten om dit seizoen even uit te kijken. Ik heb nu nog 2 afleveringen. Dus vandaag en morgen. En dan kan ik... Vrijdag kan ik even undercover kijken. Want ik weet gewoon zeker als ik nu aan undercover ga beginnen. Al is er maar 1 aflevering dat ik dan weer even uit deze reeks ben. Terwijl het nu juist mooi aansluitend is. En je krijgt ook geen terugblikken. Dus weet je, ik zit er nu lekker in. En dan ga ik misschien nu eventjes vanavond undercover kijken. En dan ben ik weer eventjes uit die serie. Dan moet ik weer eventjes daarin terugkomen. En het is echt heel spannend. Dus... dat heb ik nu besloten. Ik heb Rex gekeken. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb wel gezien dat een aantal foto's opnieuw moeten die ik morgenavond moet bewerken. Want die zijn echt niet duidelijk. En dat blijft een beetje struggelen. Mijn vader heeft naar de camera gekeken zondag. Die merkte het minder. Maar dat is het ook. Ik merk het vooral als ik in de box in mijn fotostudio aan het fotograferen ben. En mijn vader en ik hebben wel dezelfde camera. Alleen hij heeft hem al jaren eerder gekocht. En hij heeft nog een knopje waarop hij zelf scherp stelt de lens. En dat heb ik niet. Dat heb ik wel op de grote lens. Maar eigenlijk is dat gewoon niet zo heel handig bij deze foto's. Omdat je gewoon dichterbij moet gaan zitten. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Ik ga even beginnen met het uitscheppen van de kattenbakken. Dan ga ik even de was aanzetten en dan ga ik schoonmaken. En dan zal ik jullie even bijzetten. Het is gelukkig ook redelijk afgekoeld weer. Het was natuurlijk gisteren extreem warm. Al vond ik het nog wel meevallen hoor. Want ik vind het echt een hele andere warmte als die we in augustus hadden. Het is nu 23 graden. Dus dikke prima. Het is overwegend bewolkt. Er is hier zelfs al regen gevallen vanochtend. Toen ik wakker werd zag ik een melding. Dat er kans was op lichte neerslag. En dat was... om 10:30. Dus, nou ja, dikke prima. Ik ga eventjes aan de gang. En dan kan ik daarna nog even bullet journalen. Dus ik ga jullie er gewoon bij zitten.
Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Mijn woonkamer is weer heerlijk schoon. Dus dat is wel weer een fijn gevoel. Ik had even de ramen opgezet, omdat het was toch al wel weer 24 graden. Dus die heb ik nu eventjes nog open. Maar je gaat zo dicht. Ik ga zo even lekker relaxen. Nog even lekker geknutseld. Dus goed bezig geweest. Vanavond kijk ik Steenrijkstraat, Arm en Obese. Uiteraard Marcella en Rex. En ik moet nog eventjes een artikel schrijven. En de vlog moet geüpload worden. Die is al wel af. Dus dat scheelt. En ja, verder eigenlijk een basic avondje. Straks douchen en eten. En verder niet heel veel bijzonders. Mijn batterij is nu ook bijna leeg. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb verder toch niks meer te melden. En ga verder nu niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 17 september en ik ben klaargemaakt en ik heb mijn nieuwe oorbellen in. Zo kunnen jullie ze nog wat beter zien. Superleuk. Ik heb de knopjes even niet ingedaan, want ja, daar heb ik toch wel een beetje last van. Dus ik denk, ik houd alleen deze bij de ringetjes. Dus die heb ik ingedaan. Klinkt ook wel leuk zo, als ik ze zo, dat het zo een beetje beweegt. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar GTST uiteraard. En daarna Steenrijkstraat Arm. Ik blijf het een mooi programma vinden. Alleen ik las heel toevallig wat reacties gisteren. Waar ik zelf altijd al wat vraagtekens bij had. En dit zijn ook weer verhalen die ik lees. Dus wat er van waar is, dat weet ik niet. Maar er staan wel reacties, mensen die dus mensen kennen die eraan hebben meegedaan, die op een wachtlijst staan, dat het echt wel gescript is. Het zou bijvoorbeeld geen week zijn, maar 3 dagen. Nou, wat je dan leest en wat ik dus net zeg, daar had ik zelf ook wel wat vraagtekens bij. Sommige gezinnen die het minder hebben, die hebben dan bijvoorbeeld 60 euro per week te besteden. Dan heeft zo'n rijk gezin heeft bijvoorbeeld 1500 euro te besteden per week. Wat belachelijk veel geld is. Maar goed, als je het hebt, doe het vooral. Want als je daar blij van wordt, hè, wie ben ik om daar wat van te vinden? Maar de keuzes die vaak worden gemaakt, die snap ik nooit zo goed. En dat heb ik ook al meerdere malen ook gezegd in de groepsapp. En dan zei ik van... Ja, dan gaat bijvoorbeeld het gezin wat op het rijke gezin die op dat moment die 60 euro bijvoorbeeld per week in een weekje te besteden heeft. Die gaan dan naar een Albert Heijn of naar een Co-op. Of ik kan heel veel supermarkten noemen, maar dit zijn even de supermarkten die ik het vaak zie. En dan zie je dat ze eigenlijk niet heel veel boodschappen hebben. Ze hebben inderdaad wel eten, maar voor een hele week lijkt het me stug. Zijn ze vaak echt al door die 60 euro heen. En dan denk ik van waarom ga je dan niet naar een Lidl? Want de Lidl, daar heb je voor het geld wat je nu uitgeeft, heb je dubbel zoveel. Of naar een Aldi. Daar had ik altijd al wel wat vraagtekens bij. Dus ik vraag me af of ze ook wel echt naar een low-budget winkel mogen gaan. Dat is hetzelfde bij het arme gezin die op dat moment die 1500 euro te besteden hebben. Dan gaan ze leuk kleding kopen. Dan gaan ze naar best wel dure boutiquejes toe. En het is leuk dat ze op dat moment kleding kunnen kopen. Alleen ik zou dan zelf, als ik in die situatie zat en ik zou meedoen aan zo'n programma, zou ik zeggen van nou, hè, vooral met kinderen, ik zou naar een H&M gaan of naar een andere winkel. Eerst riep ik altijd Primark, maar ik weet dat heel veel mensen tegen Primark zijn, omdat... ja, heel veel mensen zijn het niet helemaal ermee eens hoe de kleding gemaakt wordt bij Primark. Ja, ik weet niet wat daarvan waar is. Ik moet zeggen, sinds ik Primark heb ontdekt, ik vind het een leuke winkel. En als ik de kans heb om daar eens naar binnen te gaan, doe ik het ook gewoon. Maar dat is een keuze die ik maak. Maar je hebt tegenwoordig ook heel veel goedkope winkels. Denk aan een Vibra of een Zeeman, die tegenwoordig echt best wel leuke kleding heeft. In mijn tijd, toen ik jong was, was het echt een no-go als jij in een Vibra outfitje kwam. Dat kon echt niet. Maar tegenwoordig is de kleding zo veranderd en zie je op YouTube zo vaak shoplogs voorbij komen van mensen die een shoplog opnemen van de Zeeman of van de Vibra, dat de tijden zo veranderd zijn. Maar goed, even terugkomen bij mijn verhaal, want ik
ben heel erg aan het afwijken, merk ik. Dan gaan ze dus toch naar een duurder boutiqueje toe. Dan heb je leuk één kledingsetje. Maar dan denk ik, ja, wat heb je aan één kledingsetje als je niet veel kleding in je kast hebt? Ja, weet je, dan zou ik liever de keuze hebben gemaakt om naar een iets goedkopere winkel te gaan waar ik meerdere kledingsetjes kon kopen. Maar goed, als dit echt gescript is, dan hebben ze die keuze ook niet. En dan denk ik dan, ja, als ik dat dan hoor, dan is de lol van het programma al gelijk een stuk minder leuk om er naar te kijken. En niet dat ik zal stoppen met kijken, maar ja, ik weet ook niet wat er van waar is. Maar als het echt waar is, ja, dan is dat best wel jammer. Maar goed. Het was wel een leuke uitzending. Ik begreep in eerste instantie de gezinssituatie bij het armere gezin niet zo goed. Dat werd later pas duidelijk. Nou, het was verder wel een goede uitzending. Daarna heb ik Obese gekeken. Dat was ook weer heel interessant. Het was een heel jong meisje. Ze was 22 jaar. Zij woog 125 kilo. Zij moest minimaal 40 kilo afvallen in haar obese traject. Ze sportte wel heel goed, ze ging er wel heel goed voor. Alleen het afvallen, dat bleef een beetje uit. Het ging echt in mondjesmaat. En toen heeft ze zich laten onderzoeken en toen bleek dus dat haar schildklier wat trager werkte. Waardoor afvallen wat minder snel ging. En ook, zij slikte medicatie, antidepressiva. En die hebben dus een bijwerking, of je valt er vanaf of je komt er van bij aan. Komt er van bij, ja hoor. Nee, je komt er van aan. En bij haar was het dus het geval dat zij er ook wat van aangekomen was. Waardoor het afvallen allemaal wat trager ging. Uiteindelijk is ze toch nog 25 kilo afgevallen. Zat ze onder de 100 kilo. Dus het was wel heel goed gedaan. Haar vriend vroeg haar nog ten huwelijk. Dus iedereen moest huilen. En nou, het was een mooie uitzending. Daar heb ik Marcella gekeken. Vanavond de laatste. En het was zo spannend. Is het toch weer een dader die ik dus gewoon niet had verwacht. Maar oké. Okay. Was spannend. Rex gekeken. Vlog geüpload, artikel geschreven, dus dat was het ook wel. Ik ga zo eventjes de kattenbakken legen, scheppen en eventjes stofzuigen. Ik wil even mijn was daarna opvouwen en even bullet journalen. Ik ga om 6:30 boodschappen doen met mijn vader. Mijn coach heeft deze week vakantie, dus die komt niet. Ik heb ook geen therapie, dus ik ga vanavond boodschappen doen. Ik heb alleen geen eten meer naar huis, dus ik kan pas eten als ik terug ben. Maar goed, geeft niet. Dus dat gezegd hebben, dan ga ik eventjes wat doen. Ik zal jullie wel bijzetten waar het kan. Maar nu eerst maar eens eventjes hier stofzuigen en even de bak uitscheppen. Want er lag ook gespuugd in de gang. Dat moet ik ook even opruimen. Zo, lekker bezig geweest. Toch nog wel een lekker dagje. Ik heb gewoon heel erg spierpijn van sport. Ik voel heel erg mijn benen en mijn rug. Maar dat is op zich niks nieuws. De was ligt al lekker in de kast. Helaas hier wat allemaal nog hangt. Dat is dus niet droog. Dus dat heb ik niet op kunnen ruimen. Ik had ook eigenlijk even een handwasje aan moeten zetten. En dat ben ik ook vergeten. Maar dat kan dan morgen wel. Want ik zei wel, ik wil een was gaan wassen. Maar omdat dit allemaal nog niet droog is, kan ik hem toch nog niet kwijt. Dus wie weet zaterdag dat ik dat even kan doen.
Katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben even lekker weer bij in mijn bullet journal. Nou ja, ik heb nog wel een kleine achterstand hoor. Ik ben nu bezig met juli. Maar dat is in feite maar 2 maandjes. En in augustus heb ik eigenlijk maar 1 ding gedaan wat ik erin hoef te verwerken. Nu is september dan mijn verjaardag. Maar, oh sorry. Dat is niet zo heel erg of zo, weet je. De verhaaltjes zijn geplakt. Het is dan vooral nog het tekenen en het afwerken. Maar goed, dat is wel lekker ontspannend. Nou ja, de kattenbakken zijn geschept. Ik merk wel dat ze in de zwarte kattenbak, of anthraciet, ja, ik vind het meer zwart. Daar doen ze toch nog wat minder in als in de roze. Dus daar haal ik ook meer uit als uit de zwarte. Maar ze worden beide toch wel goed gebruikt. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb alleen niet zo'n fijne lipstick op. Want ik vind de kleur vind ik op zich heel mooi. Maar als je hem net aanbrengt is hij heel fel. Hij is nu heel mat geworden, dus hij is ook een stuk lichter. Maar hij brokkelt een beetje. En dit is een liquid lipstick van de HEMA. En ik vond hem echt super mooi. Ja, ik heb hem ook al een tijd hoor, toen ik hem kocht. En ik was er ook altijd heel tevreden over. Maar dat brokkelen vind ik wat minder fijn. Nee, voelt niet zo heel prettig aan. Maar goed, ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ga dus straks boodschappen doen. Dan ga ik daarna eten, want ik heb geen eten meer in huis. Ja, ik was natuurlijk vorige week woensdag boodschappen geweest doen. En ik merk dat ik het best wel lastig vind om heel ver vooruit te denken. Dus nu moet ik ook wel gewoon weer tot woensdag sowieso boodschappen doen. Dat ik volgende week donderdag weer ga. Maar dat is op een of andere manier makkelijker voor mij als dat ik een dag extra heb. Mijn hoofd handelt dat ergens niet zo goed. Maar dat geeft ook niet. Dus dat, dan eet ik gewoon als ik terug ben. En op zich is dat ook niet zo erg. Dan hoef ik ook niet zo te haasten. Want meestal is mijn vader toch wel wat eerder. En dan kan ik gewoon lekker daarna even rustig eten. Is niet erg. Eet ik een keer wat later. Vanavond, ik ga wel even goede tijden opnemen en even wat dingen. Want je hebt Chantal, ik wou zeggen blijf slapen, maar Chantal komt werken. Lijkt me wel mooi, ook in de kraamzorg. En ik geloof bij een dierenarts. Ja, het is weer zover. Ze hebben net gegeten, ze moet gelijk weer op de bak. En uiteraard Chateau Meiland. Dus daar heb ik wel zin in. Vanavond de laatste Marcella van seizoen 2. Ik ga feuten kijken en ik ga even de foto's bewerken. Ik heb even wat foto's opnieuw gemaakt. Die waren niet goed genoeg. Ik heb ze dus eventjes opnieuw gemaakt. En dan kan ik die vanavond bewerken. En dan wordt het verder eigenlijk een basic avondje. Maar wel prima. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik kom ook even niet bij jullie terug met de boodschappen. Wie weet wat ik, dat ik morgen nog wat laat zien wat nog in de tassen zit. Maar dat vind ik zo gedoe. Want voordat ik terug ben, dan wil ik ook even douchen en mijn eten. Dus dan slaan we dat gewoon even over. Verplaatsen we dat naar morgen. Ik vraag me wel of ik kan slapen met deze oorbelletjes. Dat is wel eventjes een ding. Want ik ben normaal niet gewend om oorbellen uit te doen. Maar dat moet ik even ondervinden. Nou, ik ga nu even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 18 september. Ik ben klaargemaakt. En ik heb gisteren lekker boodschappen gedaan. En ik was even bij de nieuwe kruidvat. De kruidvat hier die had even 1,5 week dicht gezeten. Want die kreeg eigenlijk een hele nieuwe indeling aan de binnenkant. En ik was ergens ook wel heel nieuwsgierig hoe die was geworden. Maar ik wist niet of die open zou zijn. Want de laatste tijd zijn de kruidvat en de trekpleister hier tot 8 uur open door de week. Maar ik wist niet hoe lang ze die openingstijden zouden doortrekken. Of dat in de winter ook zo is. Of dat ze het puur in de zomermaanden doen. Maar ik had dag en nacht crème nodig. Ik heb nog wel wat staan, maar ik heb dat graag op voorraad. Dus nou, prima. Ik naar de kruidvat toe. Hij was heel mooi geworden. Heel luxe ook. Ze hebben nu ook zelfscan kassa's. Dus ja, super top. Nou. Voor de dag en nacht crème, volgens mij heb ik dat 2 weken terug ook al verteld. Toen heb ik ernaar gevraagd en toen zei ze, nou volgens mij zijn de tubetjes eruit, ze hadden alleen potjes staan. Maar die kruidvat was toen ook heel leeg, dus ik had zoiets, nou weet je, dan ga ik gewoon nog even kijken als die weer geopend is, als de voorraad weer, als alles weer gewoon goed staat, de voorraad in orde is. Maar nu was ik er dus gisteren en helaas, ze hebben dus alleen nog maar potjes. En dat is iets wat in mijn hoofd zit, maar ik vind potjes niet hygiënisch. Ik hou niet van potjes.
ik vind het gewoon, ja, ondanks dat ik er alleen met mijn eigen vingers in zit en niemand anders het potje zou gaan gebruiken, vind ik het gewoon niet fijn. Omdat ik met mijn nagels, en dan zit ik onder je nagel. En ja, ik moet het gewoon lekker in mijn hand kunnen spuiten en op kunnen brengen. Nou, dat heb ik uiteindelijk niet meegenomen. Toen had ik zoiets, ik ga even op de website kijken. Misschien dat ze op de website nog wel tubetjes hebben. Want ik had dat laatst ook een keer met de scrub. In de winkel is de scrub voor het lichaam niet meer te verkrijgen in de tube. En op de website staat die nog wel. Dus dat was een beetje gekkig. Helaas op de website ook geen tubetjes meer. Trekpleister heeft ook niet. Die heeft helemaal niks van het eigen huismerk op de website staan. Omtrent dag- en nachtcreme. En toen keek ik even op de website van de HEMA, want ik gebruik al jaren tubetjes en ik ben ooit begonnen met het merk van de HEMA. Die hadden ook geen tubetjes meer. Dus of dat toch allemaal te maken heeft met het plastic, dat dat plastic moet verdwijnen, ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel jammer. Dus ik ga nu even bij de Action kijken volgende week donderdag. Of ze daar misschien dag en nacht krijgen hebben in tubetjes, want dat hoop ik wel. Wat ik wel bij Kruidvat heb gekocht zijn Happy Socks. En ik wilde al heel lang Happy Socks hebben en elke keer als ze dan in de aanbieding waren, dan waren de maat die ik nodig had, die was er al uit. Maar nu hadden ze genoeg damesmaten. Het was 4 voor 10 euro en uiteindelijk kwam ik bij de kassa en moest ik 8 euro afrekenen. Dus ze waren nog 2 euro per stuk. Ik heb allereerst deze met stipjes. Die vond ik wel heel erg leuk. Ja, dan staat hier gewoon zeg maar het logootje van Happy Socks op. Dus die heb ik. Dan heb ik gele, die vond ik ook wel heel leuk. Volgens mij zijn het holoks die erop staan. Vond ik wel heel grappig. Dan heb ik deze. En ja, die vind ik ook wel heel leuk. Je zou in eerste instantie denken, zijn ze meer voor mannen. Maar dat was niet zo, want het is mijn maat. En de laatste die ik heb, dat zijn deze. Met stripjes. Die vond ik ook wel heel leuk. Dus ik heb in ieder geval Happy Socks. Na de boodschappen heb ik even eten opgehaald. Want zoals ik had verteld, ik had geen eten meer in huis. Dus ik moest eten naar de boodschap. Toen zei mijn vader van, goh, kun je niet beter even wat ophalen? Want dan hoef je ook niet meer te koken. Dus het was ook wel fijn, want ik was om 10 over half 8 in totaal pas weer terug. Dus dat was nu wel heel fijn dat ik dat even had gedaan. Gisteravond heb ik toen Chantal kon het werk gekeken. Allereerst ging ze bij de afdeling in het ziekenhuis, de kraamafdeling. Dat vond ik wel heel bijzonder om te zien, want dat maak je niet mee en je weet niet hoe het eraan toe gaat. Vond ik wel heel mooi. En daarna ging ze bij een dierenarts en dat was op zich ook wel heel mooi, maar dat vond ik ook wel een beetje heftig, omdat ik toch heel erg dacht aan Bunny. Voor de mensen die nieuw zijn en niet weten over wie ik het heb, Bunny was mijn konijntje en die is afgelopen december 2019 overleden. Dus ja, dat kwam wel eventjes, vond ik wel eventjes heftig. Ik heb de laatste Marcella gekeken, die was ook een beetje vaag aan het einde. Ik wil zeggen, in seizoen 2 onderzochten ze, waren ze op zoek naar iemand die dus kinderen ontvoerde. Ze van een soort iets van hout met allemaal symbolen dat in die planten dat in hun buik in. En sommige van die kinderen die waren zelfs vermoord. En ze dachten elke keer dat het een man was, maar uiteindelijk kwam zij erachter, Marcella, volgens mij is het een vrouw. En toen in de ene laatste aflevering had ik al een beetje het idee wie het zou kunnen zijn. Mijn vermoeden werd ook juist. En nou, dat. Maar op het einde werd Marcella, die werd helemaal gek in haar hoofd. Ik wil daar niet veel over spoileren, want misschien wil je zelf deze serie kijken. En toen deze dus iets bij haar mond met een schaar. Ik heb daar niet naar gekeken, want het idee vond ik echt verschrikkelijk. Siri, hou op! Maar je zag dus later beelden en ze had ze hier dus een hele wond. En ik voelde daarna gewoon de pijn hier zo, omdat zij dus met die schaar zat te klieren. Dus ik ben wel benieuwd naar seizoen 3, maar ik ga vanavond kijken naar de cover. En dan morgen begin ik met seizoen 3. En daarna heb ik foto's gekeken. Foto's zijn bewerkt. Dus prima avondje. Ik zal je nog even wat van de boodschappjes laten zien. En daarna ga ik lekker de slaapkamer doen. Want die is lekker aan de beurt. Ik heb ook even mijn teennagels weer geknipt, want die groeien zo hard. Dus nou, ik zal even laten zien wat ik nog in de tas heb zitten. Want heel veel is al overgeruimd. Maar dat gaat dan om de vriezer dingen. Wat ik allereerst in de aanbieding heb, is een toiletpapier ding. Nou, dat zijn
alle dingen die je nodig hebt. Ik heb weer het zakje voorgehaald. Zodra ik een nieuwe zak openmaak, haal ik ook weer een nieuwe. Ik heb olie gehaald. Ik gebruik altijd olie in mijn groentes. En ik heb chocomel gehaald en boontjes. Deze chocomel kan ook hier blijven, want die gaat in de voorraadkast. Ik ga even deze uitzetten, anders gaat hij zo piepen. Bij de Lidl had ik nog even een scotter voor gehaald. En dan... Oh, ik maak gewoon een hele doos open. Hallo. Eventjes de zakjes. Ik was niet bij Aldi. Twee flessen cola. Een hele grote, een heel groot pak met appelsap. Vind ik altijd wel lekker. En nog eventjes scheerschuim. Want mijn scheerschuim die was... volgens mij was die verpakking niet helemaal joofvol. Ik ga even dit naar boven brengen en opruimen. Dan ga ik daarna even hier stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik daarna aan de gang en zet ik jullie bij de slaapkamer erbij. Zo, ik ben klaar. Heerlijk. Weer een heerlijke schone slaapkamer. Ik word er zo blij van altijd. Gewoon ook het idee dat je dan s'avonds in een heerlijk schoon bed stapt. Ja, dat zijn de fijne momentjes vind ik waar je van kan genieten. Althans ik. Ik slaap trouwens niet met de oorbelletjes in. Want ik vroeg het ook nog aan Nathalie. Die zei ik zou het niet doen. Dus dat doe ik maar niet. Maar ik ben nu wel zat. Het is toch altijd, weet je, je bent er als je eenmaal maar bezig bent, ben je er ook wel zo doorheen. Maar ja, ik merk toch altijd dat het me een beetje uitput. Net even alles opgeruimd. En ja, straks lekker douchen, koken en dan ook de bank op. Vanavond kijk ik Ranking the Stars eventjes. Bureau 40, nu 40. Eigenlijk misschien nog even Lieve Vrogen. En ik probeer nog om Commando's af te kijken. En daarna besluit ik of dat ik verder wil kijken. Maar ik denk dat ik het niet wil doen. Maar voor de rest moet ik eventjes een video editen. Mijn artikel schrijven. Vanavond kijk ik dan Undercover. En ik ga verder met seizoen 2 van Feuten. Mijn batterij is nu bijna leeg. Ik heb verder toch niks meer te melden. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 19 september. Ik ben klaargemaakt. Ik had het gewoon koud. Ik had kippenvel. Ook al heb ik lange mouwen aan. Ik weet ook niet hoeveel graden het is eigenlijk. Er staat wel een fix windje. En dat is op zich helemaal niet erg hoor. Het is... 21 graden. Nou ja, op zich. Dikke prima. Het zijn de laatste dagen met zon. En mijn batterij is leeg. Dus ik ga even verder vloggen met mijn telefoon. Zodat ik even de batterij op de opladen kan doen. Dus had ik niet helemaal ingecalculeerd dat mijn batterij alweer leeg zou zijn. Super stom dat ik hem niet heb opgeladen. Ik kan mezelf voor mijn kop slaan nu. En dat houdt maar weer in dat een tweede batterij zo fijn zou zijn. Maar goed, die dingen zijn best wel duur. En... ja, zolang ik het red met één batterij, wil ik het wel proberen. Maar
Ja, er komt zeker nog wel een keer een tweede, alleen ik weet nog niet wanneer. Gisteravond een persconferentie gehad. Ja, wat ze vertelde had ik verwacht. De tweede coronagolf is bezig. Gelukkig nog niet in hele sterke mate, maar ja, er zijn toch wel weer maatregelen genomen. Wat op zich natuurlijk ook wel goed is. Het zijn vooral maatregelen in de grotere steden, omdat daar momenteel de besmettingen weer het hoogst zijn. Alleen ben ik ook van mening dat ik niet weet of dit gaat helpen. Want een van de maatregelen is nu dat je, of dat de cafés daar om 12 uur gaan sluiten. Dat gaat morgenavond om 6 uur in. Om 12 uur mag je niet meer naar binnen en om 1 uur moet het leeg zijn. Ja, en ze willen dan, hopen dan vooral dat mensen dus gewoon, omdat ze denken dat juist dronken mensen niet meer de regels kunnen handhaven. Maar ik denk ook aan de ene kant, ja, weet je, maar gaan mensen dan gewoon niet extra vroeg naar het café, zodat ze zich gewoon kunnen volgieten? Ik weet niet of we het met deze regels kunnen redden en ik vraag me af of dit een goede insteek is. Gelukkig is dit mijn mening en mag iedereen daarover denken hoe die denkt. Maar gaan we nou echt weer wachten totdat de IC's weer helemaal vol liggen voor we echt maatregelen gaan treffen? Ja, er worden nu maatregelen getroffen, maar kijk eens naar andere landen. En misschien zijn de cijfers daar heel anders hoor. Maar die hebben gewoon alweer veel meer maatregelen. En aan de ene kant moet je heel blij zijn dat je nog de vrijheid hebt in Nederland. Maar aan de andere kant denk ik van ja, moeten we nou echt weer gaan wachten tot het zo oploopt? En misschien gebeurt het niet, maar ik ben er wel bang voor dat het gaat gebeuren. En ja, het blijft natuurlijk, het is een wereldwijd probleem. Het is niet alleen een probleem van Europa of alleen van Nederland. Het is een probleem wat gewoon door de hele wereld speelt nu. En waarvan ik denk, ja, we moeten daar toch wel voorzichtig mee blijven. Dus, en dan hoor ik alweer dat het donderdagavond ook alweer gruwelijk fout is gegaan. En dan denk ik van, ja, ik denk dat het nog wel meer fout gaat gaan. Ik ben er niet heel positief over. Laten we het daar maar op houden. Ik kan hier niet positief naar kijken. Ik heb wel lekker gegeten gisteren. Ik heb Ranking the Stars gekeken. Ik vond het wel jammer. Mark Marie zat er niet in. En die vind ik toch wel heel erg grappig, heb ik gemerkt in dit programma. Ik heb eventjes Bureau 040 gekeken. En Lieve Vrogers. Dat vond ik heel heftig. Dit keer zat er een wens bij van een jongetje van 13 en zijn oma die had Alzheimer. En die had gekozen om zelf euthanasie te plegen. Zij wilde niet de hele aftakeling meemaken. Ze wilde haar familie niet tot last zijn. En ze wilde zeker niet een tehuis in. Dus zij had gekozen voor euthanasie. Maar omdat ze op dat moment eigenlijk nog best wel goed bij was, moest het ook al heel snel gebeuren. Omdat als zij verder zou aftakelen, mocht het niet meer. Dus toen die brief binnenkwam, toen zou het binnen 2 weken al gebeuren. En die wens die kon in vervulling gaan, maar daarna was het allemaal wel heel zielig. Ze waren allemaal wel heel overstuur. En ja, mevrouw was inmiddels ook overleden. Maar het was wel heftig. Ik heb gekeken naar Undercover. Ik moet zeggen dat ik het nu leuker begin te vinden in aflevering 2. Dus ik heb wel eens in aflevering 3 en feut gekeken. Zometeen ga ik eventjes de keuken een beetje anders neerzetten. De pasta is toch niet heel erg handig. Dus ik moet even wat dingen verplaatsen en een beetje opruimen. Misschien nog even een paar keukenkastjes schuren. En daarna ga ik eventjes bullet journalen. Dus ik ga kijken bij jullie bij kan zitten in verband met de lege batterij. Mijn telefoon heeft ook niet heel veel opslagruimte meer om te filmen. Dus ik hoop dat er straks gewoon wat batterijen zitten zodat ik jullie ergens bij kan zetten. Maar ik ga eerst even stofzuigen en de bakken weer een beetje leeg van de katten. Dus daar ga ik mee beginnen en dan gaan we even kijken wat ik jullie bij kan zetten. Thank you.
de keukenverbouwing. De prullenbak staat nu hier. Ik heb deze dus opgeschoven. Hier hing dus eerst een planner. Die heb ik nu hier gehangen. Hier staat dit gedekje nog gewoon. En dit gedekje heb ik ook gehangen. Die hangt nu hier. Die heb ik ook even helemaal ontvet. Dus die voelt ja, hier en daar nog wat vettig. Maar moet ik even een goed doekje overheen halen. Hier komen dan de glaasjes weer op. Maar die moet ik even goed afwassen. Dus ja, zo ziet het geheel er dan uit. En het fijne is, de deur kan nu weer helemaal open. Dus dat is echt top. Ik heb dus niet heel veel gefilmd. Want ja, vanwege die batterij. Ik heb nog wel even lekker geknutseld. Maar ik ben wel blij dat dit alweer klaar is. Ik moest wel even gaatjes boren voor dat hangding. Ik moet alleen even kijken of ik niet door de muur ben gegaan. Denk ik haast niet. Ik zie hier niks. Nee, is goed gegaan. Nou, top. Daar ben ik ook weer blij mee. Gewoon weer eventjes. Soms heb je dat ineens in je kop. En dan moet het ook gewoon gelijk ter uitvoering komen bij mij. Maar goed, het is wel fijn dat het weer allemaal nu een beetje hangt zoals ik wil. Kijk, voor het mooie is het keukentje gewoon te klein om er heel veel in te zetten. Maar dit is in ieder geval beter. En als ik dan bij de Action kom, moet ik even deurstoppers halen. Ik had gisteravond trouwens ook mijn nagellak verwijderd, want het zag er niet meer uit. Doe ik vanavond even van mijn tenen en dan kwam daar alvast een nieuw kleurtje op. Mijn nagels zijn weer geknipt gisteren, dus dat is ook fijn. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ben wel ook al even lekker bezig geweest met knutselen. Dus op zich was het een prima middagje, gewoon lekker relaxed. Maar ik heb een beetje hoofdpijn wel. Dus we gaan zo even wat drinken en dan nog even lekker relaxen. Straks douchen. Eten. Vanavond kijk ik Hou van Holland. En nog even meester Frank Visser. Die had ik opgenomen. Die kijk ik dan eventjes. En dan begin ik vanavond met seizoen 3 van Marcella. En Feuten weer. Dus ja, voor de rest eigenlijk een basic avondje. Dus wel lekker. Ik probeer alvast wat aan de vlog te doen. Want dat bevalt me ook weer heel goed om daar alvast wat werk aan te verrichten. Dus ja, verder eigenlijk weinig te vertellen. Maar ja... Jammer dat ik jullie er niet heel goed bij kon zetten. Maar in de keuken vind ik het sowieso lastig. Ik heb nog wel mijn keukenkastjes dus ook even geschuurd. Maar ja, ik merk gewoon dat sommige plekken in het huis heel moeilijk zijn om te filmen. Omdat je gewoon of met het licht zit of gewoon niet heel veel plekken hebt waar ik de camera lekker kan neerzetten. Maar ja, ik heb het in ieder geval geprobeerd. En het was natuurlijk lastig omdat de camera niet heel veel batterij had. Goed, ik ga nu relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. En... ja, dan heb ik in ieder geval mijn batterij opgeladen. Dus dat is in ieder geval beter. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 20 september. Ik voel me niet helemaal top vandaag. Ik voel me een beetje brak. En ik snap niet goed waarom. Want ik heb verder een hele normale avond gehad. Geen poespas, niks bijzonders. Maar ik heb gewoon weer slecht geslapen. De nachtmerries waren weer in vele getalen aanwezig. Dus... ja, ik denk toch dat dat de dingen zijn die wel meespelen bij mij. Waardoor ik me gelijk minder fit voel. Ik heb gelukkig vandaag weinig op de planning. Ik ga even foto's maken. Ik hoop dat dat nou ook even weer lukt met die lens. En voor de rest houden we het ook vrij rustig. Net even folders gekeken online. En even een spelletje gespeeld. Maar voor de rest weinig. Dus nou ja. Dat is de situatie nu. Gisteravond heb ik Hou van Holland gekeken. Was leuk. Ik heb heel erg gelachen. Richard Groenendijk deed mee. Zeg het goed? Ja, volgens mij wel. Ik kon me niet meer herinneren. Het bleek dat hij al vaker had meegedaan. Ik kon me niet meer zo goed herinneren. Maar hij is wel heel grappig. Hij is wel heel lollig. Dus dat vind ik altijd wel leuk. En voor de rest heb ik even meester Frank Visser de uitspraak teruggekeken. Want dat was donderdag op tv. Dus dat had ik eventjes teruggekeken. Ik heb even aan de vlog alvast gewerkt. Die is weer af tot en met gisteren. Dus eigenlijk allemaal prima. Maar ja, het was een basic avondje. Maar wel gewoon ja, fijn. Ja, ik ga zo even stofzuigen. Ik moet nog even wat foto's maken van een paar nagellakjes die op mijn nagels zitten. Zo
dat ga ik ook even doen. En voor de rest de foto's. En dan houdt het ook wel weer op. Voor vandaag. Weet. Het is... De nachtmerries die putten zo uit. Ik weet niet of jullie er bekend mee zijn. Ik hoop het niet voor jullie. Maar gewoon, je wordt zo gedesoriënteerd wakker. En je weet op dat moment niet eens welke dag het is. En althans, dat heb ik, hè. Ik weet dan niet welke dag het is. En met sporten was ik er ook niet helemaal bij. Want ik had en de verkeerde oefening en de verkeerde tijd. Dus ik dacht, nou ja, morgen weer een nieuwe kans. Ik hoop dat ik morgen weer wat fitter ben. En ja, het is even prut. Ik heb wel de was opgehangen nog gisteravond. Dat was wel prettig, want ik had echt zoveel was. En ik had bijna geen schoon ondergoed meer. En dan weet je dat je moet gaan wassen. Maar goed, ik ga nu even stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik even die zwartjes maken. Dan zal ik jullie wel even laten zien waar ik foto's van ga maken. En dan hoop ik dat dat ook een beetje vlot. En dan daarna ga ik... Niks meer doen. Dat is voor nu de planning. Dus ik zie jullie vandaag ook nergens bij. Maar dat zijn jullie gewend op zondag. De fotospulletjes. Ik ga het nieuwe kwastensetje die ik voor mijn verjaardag kreeg. Die ga ik van Real Techniques fotograferen. De Perfection Greed Duo. Ik heb deze primer van het Kruidvatmerk die ik nog niet heb getest. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En dan heb ik dit oogschaduwpaletten van Catrice. En dat is het Smart Beige Collection Eyeshadow Paletten. Deze heeft de naam 010 Nude But Not Naked. Dan heb ik dit wenkbrauwproduct van Soda. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ik heb hier drie lipsticks liggen. Hier ga ik alleen even van de verpakkingen foto's maken. Want ik twijfel of ik hier misschien nog een video van wil opnemen. Dus laat even weten of je het leuk vindt om een first impression van deze lipsticks te zien. Dus ik ga eventjes de fotospullen klaarzetten en dan ga ik even foto's maken. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. De swatches zijn gemaakt. De foto's zijn gemaakt en ik moet zeggen, ik ben heel blij, want het ging dit keer goed. Ik heb weer mijn vertrouwde lensje gebruikt die ik normaal eigenlijk altijd gebruik. En ik heb gebruik gemaakt van Live Viewer. Voor mensen die niet weten wat Live Viewer is, dan kun je dat kun je omschakelen en dan kun je meekijken door het scherm wat voor foto je maakt. Ik merk als ik door het lensje zelf kijk dat het scherpstellen wat lastiger ging. Soms ging het wel goed, soms niet. Toen zette ik de Live Viewer aan en toen was het eigenlijk allemaal heel scherp en ging het echt heel goed. Ging ook weer wat sneller, dus dat vond ik wel heel fijn. Dus daar ben ik wel tevreden over en ik ben blij dat het nu weer een beetje is opgelost. Mijn vader had ook allerlei instellingen veranderd. Ik ben er nog steeds niet helemaal in thuis, ik wil het boekje nog eens gaan doorlezen. Maar goed, voor nu was het in ieder geval weer goed. Ik heb alles al geïmporteerd op de laptop. En dan kan ik vanavond foto's gaan bewerken voor morgen. Voor de rest kijk ik vanavond, weet ik veel. En even van God los terug. Ik heb ook All Stars en Zonen opgenomen. Ik vond vroeger die serie heel leuk om te kijken, All Stars. En nu hebben ze een nieuwe serie gemaakt waarin hun zonen dus voetballen. Wel heel benieuwd hoe ze dit gaan doen. Ook omdat een paar personages eigenlijk al zijn overleden. Thomas Abda's personage die overleed in de serie, maar in de films was hij er ineens weer bij. Dus dat vond ik een beetje vaag. Ook dit in deze serie doet hij weer mee. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Dus ik denk dat ik dat vanavond nog even ga kijken. Voor de rest weinig op de planning. Straks douchen, eten, ik heb last van mijn buik. En dan ga ik de bank op en ik hoop dat weet ik veel een beetje leuk is. Ik ga zo even lekker relaxen, want Ajax komt en het is op tv en ik ben blij, want ik kan niet heel veel op tv kijken omdat ik één gratis zender heb en het is net welke wedstrijd er wordt uitgezonden, maar Ajax wordt uitgezonden, dus dat is heel fijn. Ik ga jullie dan met deze ook gewoon morgen weer zien, want ja, nu wordt het toch niks meer en ik ben vandaag ook gewoon echt helemaal niks waard. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 21 september. Ik ben klaargemaakt. En ik heb vandaag niet een hele drukke planning. Ik ga zo even het oude papier dumpen. En de zak die in de vuilnisbak zit, die moet even weg.
En daarna stofzuigen, kattenbak legen, video opnemen en even bullet journalen. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken en mijn nagels gedaan. Ik zal even het lakje pakken. Want ik vind hem echt heel tof. Het is een neon kleurtje. Deze komt uit de neon nude line van Catrice. Ik zal het even in de kamer laten zien. Dat is even iets makkelijker. En dat is dit kleurtje. Hij lijkt in het potje veel donkerder dan dat hij op je nagels terecht komt. De limited editie heet Neon Nude. En dit is de C02 Powered Purple. Dus die vond ik wel heel leuk. Die heb ik dus aangebracht. Voor de rest heb ik weet ik veel gekeken. Het was best wel lastig. Maar oké, het was op zich wel te doen. Maar Bo zei wel zelf van het is wel een lastige uitzending. Daarna heb ik even Van God Los teruggekeken. Althans, die had ik opgenomen. Het was een beetje jammer, want hij stond er maar weer voor de helft op. Want hij was weer eerder begonnen. Ja, het zijn altijd een beetje dingen die een beetje jammer zijn. En ik heb All Stars en Zonen gekeken. Dit is een nieuwe serie op NPO 3. Ik zal even een korte uitleg geven. Jaren geleden, ik denk dat dit wel zo'n 20 jaar geleden is, hebben ze een film gemaakt dat heette All Stars. Volgens mij heette het gewoon All Stars. Misschien zat er nog wat bij, maar dat kan ik me niet herinneren. Dat ging over een groep jongens en die speelden bij één en dezelfde voetbalclub in hetzelfde team. Die jongens hadden naast hun dat ze voetbalden, hadden ze gewoon ook hun eigen leven. En bij de ene die had echt een heel drukke carrière en de ander die had niet zoveel. In de film werden er... hoe ga ik dit even goed uitleggen? Nee, wacht. Toen kwam later een serie. Het verschil was met de serie is dat twee rollen werden gespeeld door andere acteurs. In de film was de rol van Bram namelijk gespeeld door Danny de Munk. En in de serie was dit Dirk Zeeberg. In de film werd de rol van Johnny gespeeld door Daniel Bossevin. En in de serie was dit Kees Boot. Nou, die serie heeft een poosje gedraaid. Ze maakte van allerlei dingen mee. Was wel leuk om te zien. Toen kwam er in 2011 een film. Dit was All Stars 2 Old Stars. Die waren ze een stuk ouder. En reisden ze af naar het buitenland. Omdat een van de oud-teamleden die ging trouwen. Dit ging om het personage Bram. Die is homoseksueel en die zou gaan trouwen met een man. In de film werden de rollen dus weer gespeeld door Daniel Bossevin en Danny de Munk. Nou, uiteindelijk weet ik ook niet meer of het personage Bram nou is getrouwd of niet. Dat kan ik me niet meer heugen. Maar goed, ze hebben nu dus een nieuwe serie gemaakt. En hierbij spelen een aantal zonen van die mannen. Spelen dus in hetzelfde... of bij dezelfde club als waar hun vroeger hebben gespeeld. Alleen ik had verwacht toen ik de titel las dat al die mannen inmiddels een zoon zouden hebben. En dus hun zoon daarbij zat. Nou, dat is dus niet het geval. Ik moet zeggen, ik snapte het nog niet helemaal. Trouwens, in deze serie worden de rollen ook weer gespeeld door Danny de Munk en Daniel Bossevin. Ze zijn allemaal een stuk ouder geworden natuurlijk. Sommige acteurs heb ik ook echt in jaren niet meer gezien. Volgens mij was de laatste rol waarin ik Daniel Bossevin heb gezien. Of ik gooi zijn vrouwen... Of in die film van All Stars 2. Dus ja, ze zijn allemaal een stuk ouder geworden. En het verschil is nu dat Danny de Munk is nu samen met één van zijn oud teamgenoten. Dit wordt gespeeld door Remy Sambo. Die is momenteel niet heel positief in het nieuws. Omdat hij met nieuwjaarsdag een vrouw in elkaar zou hebben geslagen. Dus misschien dat dit ook even zijn laatste rol is. Ik kan me voorstellen dat producenten niet heel erg grappig zijn op iemand te vragen die zoiets heeft gedaan. Maar oké, dat doet er niet toe. Maar goed, je ziet die mannen weer terug. En ik moest even een plaatje erbij hebben van oké, wie is nou wiens zoon? En sommige, daar kon ik echt wel trekjes van zien waarvan ik dacht, nou, jij kan wel eens bij die horen. En dan klopte dat ook, maar ze hebben echt niet allemaal een zoon. Het verwarrende vind ik dat in... de serie gaat het personage Willem, wat gespeeld wordt door Thomas Agda, gaat dood. Maar dat personage komt in de film, komt hij weer vrolijk opduiken in de film 2. En in deze serie is hij er ook weer bij. Dus
Dat vind ik heel verwarrend. Maar het was wel leuk om te kijken. Ik moet gewoon eventjes er een beetje in komen. Na zo'n eerste aflevering kun je niet heel veel zeggen, denk ik altijd zelf. Ik moet altijd meerdere afleveringen zien om te kunnen kijken of dat ik het leuk vind. Maar tot nu toe vond ik het wel grappig. Ik heb Marcella gekeken, wat ik overigens heel verwarrend vind dit seizoen. Seizoen 2 en 1 waren ook verwarrend, maar dat was nog redelijk te volgen. Hier heb ik meer moeite mee, maar ik ga hem zeker wel uitkijken, omdat ik echt wel heel benieuwd ben. Maar ik had er wat meer moeite mee. Jongens, mijn neus is hier dicht. Verschrikkelijk. Sorry, ik haal nu mijn neus meer op, omdat ik me gewoon een beetje benauwd voel, doordat hij een beetje verstopt zit. En ik heb Rex gekeken en ik heb mijn foto's gewoon bewerkt. Dus het was verder een prima avond. Maar ja, af en toe heb je wat vraagtekens bij dingen, zoals bij bepaalde series. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga nu eerst eventjes de boel wat weg moet wegdoen. Dan ga ik stofzuigen en de kattenbak leggen. Dan ga ik even de spullen klaarzetten voor de video. Dan staat hij er ook op. En dan ga ik daarna bullet journalen. Daar zal ik jullie even bij zitten. En dan hebben we eigenlijk wel een relaxte dag. En dat vind ik wel even fijn. Sporten was zwaar. Ik heb hier niet al te best geslapen. Dus dit soort dagen zijn dan fijn. Ik heb trouwens gistermiddag ook naar Ajax gekeken. Maar we hebben gewonnen met 3-0. En dat had ik al wel verwacht. Want het speelde tegen RKC. Dus niet heel moeilijk. Dus dat was leuk. Goed, tijd om even wat te gaan doen. Want tijd gaat hard. Zo, alles is gedaan wat ik wilde doen. Ik heb de video opgenomen. De katten hebben nu net lekker gegeten. Ik heb nog even gebulletjournald, maar ik heb nu aan de doodles gewerkt. Dus het was verder niet heel interessant. Ik merk gewoon dat mijn energielevel nu heel laag is. Ik denk toch dat het met de weersverandering te maken heeft. Zodra het weer gaat veranderen, dan gaat mijn energielevel ook weer wat meer omlaag. En dat merk ik nu wel wat meer. Ik ben dan ook gewoon gelijk heel moe. Ja, het was verder een prima middagje. Dus mag niet klagen. En dan morgen gaan we er gewoon weer met frisse moed tegenaan. Vanavond kijk ik voor hetzelfde geld. Château Meiland. Waar ik onwijs op verheug. Ik heb het voorstukje gezien en ik vond het al hilarisch. Ik kijk Marcella en ik kijk Rex. En ik ga mijn artikel schrijven. Dus op zich niet heel spannend, maar gewoon basic en dat is prima. Straks even eten en douchen en dan lekker de bank op voor goede tijden. En dan een kopje koffie en dan vaak gaat de energie wel weer omhoog, maar hij is nu gewoon even heel laag. Ik ga nu lekker relaxen, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Het was vandaag niet heel interessant met vloggen, maar... ja, ik merk toch dat ik wat vermoeider ben. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga niks meer doen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 22 september en ik ben weer klaargemaakt zoals elke dag. Vandaag op de planning is het schoonmaakgebeuren. Ik ga de kattenbakken lekker doen. Ik ga de gang doen en de douche. Dat is het ook. Het is wel de week van de niet grote schoonmaak. Dus dat vind ik ook altijd wel lekker. Helemaal omdat ik wat lichamelijke klachten heb, zoals last van mijn rug, last van mijn buik. Dus hoort gewoon een beetje bij. Ik heb wel weer lekker gesport, dus dat was fijn. Maar ja, sommige klachten waarvan ik had gehoopt dat ze
zouden verminderen. Dat lukt niet zo goed. Maar dat is misschien ook niet te doen met deze thuisoefeningen die ik doe. Vooral die rug. Het is echt een punt bij mij. Ik heb heel snel last van mijn rug. En ik merk nu gewoon dat dat wel iets minder is. Maar de pijn is nog steeds aanwezig. En ja, Nathalie zei ook al van ja, volgens mij moet je daar gewoon toch echt wel voor naar de sportschool. Dus dan neem ik dat gewoon voor lief dat hem dat misschien niet wordt. En misschien als ik wat verder ben dat het alsnog wat vermindert. Dat weet ik niet. Maar goed, ik heb gisteravond heerlijk televisie gekeken. Goede tijden gekeken. Daarna heb ik voor hetzelfde geld gekeken. Dat was een stel dat eigenlijk een latrelatie had en die nu hun eerste huis samen wilde gaan kopen. Hun kinderen waren ook uitgevlogen en de dochter van die mevrouw die zou binnenkort uitvliegen. Dus het was voor hun wel tijd om de stap te nemen om ja, een huis samen te kopen. Wat ik best wel een stap vind als je altijd een latrelatie hebt. Maar goed, ze gingen proefwonen in de Betuwe. De plaats weet ik niet meer zo goed. Het was op zich een mooi huis. Tenminste, het voldeed wel aan hun wensen. Alleen, ja, ik vond, het was mijn smaakhuis niet. Ik vond de inrichting niet echt geweldig. En natuurlijk moet je daar doorheen kijken, want het is een inrichting van iemand anders. Het is de smaak van iemand anders, maar het hele huis vond ik niet echt heel geweldig of zo. Maar goed, die mensen die vonden het wel heel mooi. Ik had ook verwacht dat ze een bod zouden doen, hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Ze wisten wel dat ze in die omgeving waar ze dus hebben proefgewoond een huis zouden willen kopen. Maar dit huis werd het in ieder geval niet. Dus ze gingen nog even verder zoeken. Ze hadden uiteindelijk ook een makelaar geloof ik in de arm genomen. En die ja, kon ze daar weer wat meer bij helpen om in die omgeving een huis te vinden wat naar hun wensen was. Daarna heb ik Chateau Meiland gekeken. En ik moet heel eerlijk zeggen, altijd voordat ik dat programma ga kijken moet ik naar de wc gaan. Omdat ik gewoon anders bang ben dat ik mijn broek plas van het lachen. Nou ben ik sowieso iemand hoor die voor vele programma's eventjes een toiletbezoekje brengt. Omdat of als het bijvoorbeeld een programma is waar je geen reclame in hebt, dan kun je tussendoor niet. Nou ja, het kan wel, maar dan mis je een stuk van je serie. En dat wil ik dan niet. En nou ja, goed, dat is gewoon iets wat ik al jaren doe. Maakt verder ook niet uit. Maar ik heb zo gelachen. Ze zijn nu helemaal het château aan het opruimen. En aan het kijken wat ze mee willen nemen terug naar Nederland. Ze zijn zich aan het voorbereiden op de verhuizing. Het bijzondere is wel misschien dat Erika iemand is die graag dingen bewaart. En Martine is heel erg van het weggooien. En ik had het juist andersom verwacht. Ik had verwacht dat Erika wel iemand was die zou weggooien. En Martine dus veel zou bewaren. Dat is dus niet zo. Dit begon een poosje geleden al met potten verf. Ze hadden potten verf uit het schuurtje gehaald. En ja, in heel veel potten zat echt nog zo'n laagje. En Martine had zoiets, alles kan weg. Maar Erika die haalde er toch wel potten uit. Nee, want die kleur die vind ik nog mooi. Ja, maar er zit nog zo'n klein beetje in. Wat kun je daar nog mee? Nou, ze heeft er toch wat potten uitgehaald. Martine die kon dat ook helemaal niet waarderen. Die was echt zo'n beetje van, waarom moet die vrouw dat nou weer bewaren? Ja, zo praat hij dan echt. Die vrouw zegt hij ook. Niet echt respectvol naar je vrouw toe. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook geen liefdesrelatie. Maar gisteren waren ze in het château aan het opruimen. En Martine die kwam groeiboekjes tegen. Dus hij zegt, oh, groeiboekjes, die kunnen weg. Is allemaal oud. En dan hoor je op de achtergrond, nee, natuurlijk kan dat niet weg. Want dat is van mijn geboorte. En daar staat alles in. En dan trekt hij weer zo'n gezicht. En hij vindt het allemaal onzin. Nou, ik zou groeiboekjes ook zeker niet weggooien. Ik denk toch dat de meeste mensen die wel bewaren. Helemaal gewoon. Weet je, het is niet dat je daar gewoon heel vaak in gaat bladeren om te kijken hoe was ik als baby? Hoeveel woog ik? Hoe lang was ik? Absoluut niet. Als je hem tegenkomt, toevallig is het gewoon eens leuk om terug te kijken. Oh ja, hoe was het als baby? Niet dat ik dat vaak doe. Ik bedoel, nee. Maar weet je, het is gewoon leuk om dat te hebben. Helemaal omdat ik nu heb gehoord dat er tegenwoordig geen groeiboekjes meer worden uitgegeven. Want ik hoorde van Nathalie, Lente heeft geen groeiboekje. Dat vond ze ook wel jammer. Want alles gaat digitaal tegenwoordig. En dat is dan toch nog wel weer leuk aan de tijd van vroeger. Dat toen alles echt nog opgeschreven werd in boekjes. En in de tijd van nu dat alles digitaal gaat. En ze gingen ook nog naar de kapper. En nou, dan zit Martine onderweg weer zo te mopperen. Want dat gaat allemaal niet. En het ging allemaal even niet zo soepel. En hij noemt een mondmasker, noemt hij ook het mask.
heb je je mask bij je, zegt hij dan. En dat klinkt al zo gek, want je zegt gewoon masker. En ja, wij zijn natuurlijk helemaal niet mee bekend, omdat wij, als wij, ik weet het eigenlijk niet, moet je, nee, volgens mij niet toch? Als je nu naar de kapper wil hier in Nederland, hoef je geen mondmasker op, toch? Ik weet het niet, ik ga nog naar de kapper dus. Maar goed, en ik moet wel zeggen, ik vind Nadege is hun huishoudster, vind ik wel echt een zeur. Zij was heel erg verdrietig toen zij het bericht kreeg dat hun terug naar Nederland zouden gaan. Zij wilde in eerste instantie heel graag mee. Nou, dat zag die familie niet zitten. Toen hadden ze zoiets van, dan gaan we op zoek voor haar naar een andere woning. Want de woning, de buurt waar zij in woonde, dat was het allemaal niet. Maar zij is heel kieskeurig. Ze wil een heel klein woningje. Hadden ze een heel leuk huisje gevonden. En nee hoor, die had verschuivende ramen. Dat moest ze allemaal niet. Maar volgens mij wijst ze gewoon alles af. Omdat ze gewoon hoopt dat ze dan zeggen, ga maar mee naar Nederland. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Ik weet dat ze inmiddels ook grote ruzie hebben. Dat zal allemaal nog naar voren komen in de serie. We weten echt niet het fijne ervan. Maar ik vind het wel een beetje een zeurpiet. Ik heb Marcella gekeken. Dat wordt nu steeds spannender, moet ik zeggen. Ik zei van de week, nou, seizoen 3 is nog niet echt mijn ding. Maar het werd nu wel weer wat spannender. Ik heb Rex gekeken en ik heb mijn artikel geschreven. Dus het was een prima avond. Ik ga even mijn kaartje legen en dan ga ik aan de gang. Zodat ik jullie er even bij kan zetten met de dingen die ik ga doen. Zo, alles is weer lekker klaar. Het ging eigenlijk vlot, maar dat is meestal als ik niet alles hoef te doen, dan ben ik er wat sneller doorheen. Dus dat was heel fijn. Heerlijk weer een schone douche. De gang is weer helemaal schoon. De bakken zijn weer heerlijk schoon. Dat geeft altijd een heel fijn gevoel. Na het afhalen van de groente had ik nog wat tijd over. En ik moest nog wat dingen mailen naar mijn coach. En zij zou dat voor mij uitprinten, omdat ik zelf geen printer inkt heb. Ik ben daar vorige week mee bezig geweest en elke keer kwamen die mailtjes terug. En ik begreep het niet, want ik had het goede adres gebruikt. Ik had zelfs gereageerd op een mailtje die ik van haar had gekregen. Het klopte allemaal niet. Toen dacht ik van misschien is het bestand te groot wat ik wilde mailen. Dus nu heb ik het in 2 keer gedaan. Dan ga ik even checken, want net waren ze nog niet teruggekomen. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat ze nu ineens wel terugkomen. Ik hoop het niet. En ik krijg een appje van Nathalie dat iemand buikpijn heeft. Dus ik denk dat Lente buikpijn heeft. Ik kreeg ook zo'n schattige foto. Ze waren samen aan het relaxen. Ja, het is jammer. Ik kan het jullie niet laten zien. En dat is ook heel begrijpelijk dat ze niet alles willen delen. Is ook prima, maar dat is dan wel sneu. Maar zo lief, omdat ze nu zoveel de oogjes open heeft. Dat is zo leuk. De katten hebben net ook gegeten, dus dat is mooi. Hallo. Oh, ja, dat is Nathalie. Die appt heel vaak achter elkaar, geef niet. Maar goed, ik heb alles klaar. Dus ik ga straks lekker douchen en eten. En vanavond kijk ik Goede Tijden en Frank en Rogier checken in. Je hebt geen getekend voor het leven, want het is voetbal. Dus dan ga ik liever Vrogers even kijken. Ik heb gewoon Marcella en ik heb Rex. En dan kan ik me nu heel goed verheugen op Marcella, omdat het nu echt spannend is. Voor de rest ga ik eventjes foto's bewerken. Ik probeer ook even alvast de vlog af te maken. En ja, dat is het eigenlijk wel. Verder niet spannend, gewoon een lekker avondje. Dikke prima.
Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten, want de kans is groot dat die weer langer is geworden dan de planning was. Ik probeer het echt te minimaliseren, maar het is soms zo lang en ik merk nu gewoon met deze camera, omdat hij veel meer filmt achter elkaar, dat je meer beeldmateriaal hebt. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je nou nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Als je daar de rode button aanklikt, ben je ook geabonneerd. Daarnaast kun je ook het belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En ook dat is volledig gratis. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je eigenlijk gewoon weer bij een volgende video weer te zien. Doeg!